Een defensieorganisatie heeft geen plaats voor rotte appels. Dit verduidelijkte bevelhebber Werner Kiyuasen gisteren bij de huldiging van 124 manschappen in de Mimrebuku-kazerne. Hij zei dat het Nationaal Leger een organisatie is die opereert op basis van wet en recht, respect naar de grondwet, integriteit en discipline. Hij doet daarom een beroep op de manschappen binnen het leger hun verantwoordelijkheden te kennen. Helaas is het de afgelopen tijd vaker voorgekomen dat militairen een scheve schaats hebben gereden. Militairen die bewust kiezen voor criminaliteit. Militairen die staatsmiddelen voor eigen baat inzetten. Enzovoort. Kortom, militairen met een criminele inborst. Vanuit de leiding doen we er alles aan om de juiste randvoorwaarden te scheppen om het defensiepersoneel goed te laten functioneren. Maar uiteindelijk heeft iedereen op zijn of haar niveau zijn taken en verantwoordelijkheden. Per slot van rekening is het gezamenlijk dienen van ons land Suriname, in termen van het garanderen van nationale veiligheid, prioriteit nummer 1. Ook minister Krishna Kumari Mathura riep de manschappen op hun verantwoordelijkheid in te nemen om de veiligheid in het land te garanderen, maar ook om het land verder tot ontwikkeling te brengen.